Hallo lieve vrienden, hoe is hij daar? Hier is hij. Kom zie, kom sa. Ja, gaat ietsje beter met mijn bronchitis, maar ik ben er nog steeds niet. En het regent als de pest. Was het niet zo, zonder gelijk cynisch te worden, dat ons is beloofd door ene weerman, genaamd Gerrit Hiemstra, dat het een verschrikkelijke warme voorjaar werd en heel extreem droog. Er zal geen spatregen vallen. Ik heb gisteravond hier een rivier door de straat zien gaan. Zoveel regen was er gevallen. Het is ijskoud. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Meneertje Koekenpeertje weet precies wat voor weer het over 50 jaar is. Maar de dag daarna redt hij dan weer niet. Morgen gaat de zon schijnen. Godverdikke, zit hij in de herfst. Nou ja, je merkt het al, het is echt maandag. Nou, wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja, nee, dat is geen lekker begin van de week. Gelijk dat cynisme over Gerrit Hiemstra en het weer en het klimaat. Overigens, als het nu warm was geweest, zeg maar een lekkere temperatuur, dan was dat het bewijs geweest voor de opwarming van de aarde. En nu het gewoon maar koud rot weer is, hebben we het er gewoon niet over. Zo simpel zijn de feiten. Nou, niet nodig. Het is een reviewkanaal. Even, hou het even gezellig. Nou, daar komt die. Nou, dat lukt ook al niet. Oh, wat een week zeg. Waar is dit? Oh, Hershey's. Hershey's. Dat is Amerikaanse chocola. Hershey's is een bekende Amerikaanse chocola met smaak. Zo bekend dat zelfs ik als chocolahater ze kennen. Omdat ze niet per definitie heel erg vies zijn. Dit is bijvoorbeeld Hershey's Strawberries and Cream. Strawberries and Cream, baby. Even kijken, wat zit erin? Witte cacao fantasy. Witte cacao fantasy, het is witte chocola. Met cacaoboter en suiker. 4% vlokken met aardbeiensmaak. 4% vlokken met aardbeiensmaak. Vind ik ook mooi. Niet 4% aardbeien, maar vlokken met aardbeiensmaak. Of daar een aardbei in zit, dat doet er blijkbaar niet toe. Lekker. Strawberry cream. Wat hebben we hier? We hebben hier sprinkles and cream. Sprinkles and cream. Birthday cake. Birthday cake. Ja. Nou, dat is toch te gek. Dat is gewoon een hyperpiepura verjaardagstaart. Ook witte chocolade fantasie. Ik haat witte chocolade. Maar goed, hier zit heel veel troep in. Heel veel E-nummers, heel veel kleurstoffen, heel veel suikers en dingen. Oh, voor mij ook eigenlijk wat erin zit. En dit is Hershey's Cookies and Cream. Kijk, met cookies. En daar herkennen we een bepaald soort cookie in. Maar die wordt niet genoemd. Dat vind ik dan wel interessant. Cacao fantasie. Cacao fantasie. En zit hier cookie in? Ja, hier zit ook allemaal heel veel wat bende in. Maar deze cookies die kennen wij. Hoe heet die cookies nou ook alweer? Ik zit de hele tijd te roepen, die cookies kennen wij en dan kom ik niet op de naam. Hoe heet die cookies nou? Hoe heet die cookies nou? Van die zwarte de cookies en dan met dat wit erin. Hoe heet die cookies nou? Oreo. Jezus, dat ik dat niet gelijk wist. Enfin, we gaan ze proeven, want daarvoor zijn we hier. Ik neem niet te grote happen. Want voor je het weet, ben ik alweer aan het zeuren. Dat ik misselijk ben, en dat kennen jullie nou wel. Kijk, dat is nou hartstikke leuk. Missie. Dat vind ik wel leuk, ze doen toch echt hun best. Hier, kijk. Hier. Hartstikke leuk. Strawberry cream, ijsjes. Het zijn eigenlijk ijsjes. Kijk, kan je afbreken. Zo, en dan kan je het opeten. Gadverdamme. Ah, weer smeren zeg. Melkchocolade met hele vieze nep aardbeien smaak. Het brandt helemaal een beetje in mijn keel. Gadverdamme. Dat is niet lekker.
Hershey's birthday cake, dat moet natuurlijk een feestje worden. Die aardbeien, dat is gewoon, ja, was even, dat ging niet goed. Dat is gewoon niet gelukt. Dat kan, is niet erg. Maar voor de rest is het allemaal hartstikke lekker. Tenminste, dat hoor ik altijd. Want Hershey's is een bekend merk. Hier, hoppatee, breken we het af. Kijk, hier zitten allemaal gekleurde vlokken. Het is natuurlijk jammer dat het witte chocola is. Maar dan mag de pret niet drukken, want ik ben vandaag... Nou, ik ben ook helemaal niet vrolijk. Deze zit er harder. Dingetje in. Het is een hele vanilleachtige witte chocola. Ik word hier niet vrolijk van. Ik vind witte chocola niet zo lekker. Maar die van Hershey is heel vanilleachtig. En daarbij prikt het allemaal in mijn keel. Er zit iets in wat niet lekker is voor mij. Nou, dan gaan we die koekjes maar proberen. Hé, wat begin dit, wat een negatief begin van de week, zeg dit. Stuur dan eens nog wat normaals op Ahmed. Hershey's, dat kent toch niemand. Nou, je wilt niet geloven. Maar hier hebben ze geen ijsjes, maar brokjes. En met stukjes koek erin. Ja, dit moet wel lekker worden. Ondanks die witte chocola moet dit lekker worden. Want kijk, hier zit helemaal bunkerend vol met koekjes. De baard is al beter. Koekjes daar. Geen last van vanilleachtige melkchocola. Of weet je, witte chocola. Die is gewoon lekker. Klaar. Klaar ook. Kijk voor de cijfertjes. Ja, dit was een beetje een snelle review. Maar je denkt niet dat ik heel lang ga doen over drie van die lullige reepjes chocola. Ik heb pijn in mijn keel. Het brandt in mijn keel. Er zit een stofje in waar ik niet zo goed tegen kan. En welk stofje dat is, weet ik niet. Want er zit zo'n lijst met allemaal chemische troep. Wat er allemaal in zit. Ik denk niet dat het heel erg verstandig is om op dit allemaal op te eten. In ieder geval, de Hershey Company die komt uit Amerika. Dus Amerikaanse chocoladereepen. Hoe waren ze over het algemeen? Ja, niet lekker. Over het algemeen waren ze niet lekker. De meest gore was de aardbeien. Strawberries on cream. Als er een lekker aardbeienijsje is. Is het niet. Het is geen lekker aardbeienijsje. Het is ook geen lekkere aardbeienchocola. En naast dat het ook nog in je keel brandt, is die smaak gewoon smerig. Het is gewoon een smerige, heel vies is het. Het is heel smerig. Normaal bewaar ik dingen die ik hier wel eens review voor mijn kinderen. Dat ik denk, nou, dan kunnen ze ook nog wel even proeven. Flikken dit gelijk weg. Want ik wil niet dat ze hiermee geconfronteerd worden. Ja? Mooi. Pringles and cream. Birthday cake. Ja. Ik weet het niet, maar als ik zoiets op mijn verjaardag gereserveerd krijg, ben ik wat depressiever dan normaal. Het is gewoon witte chocola. En die witte chocola is gewoon niet zo heel erg lekker van Hershey's. En ze hebben er dan van die pretprikkeltjes in gegooid. Nou, is het dan een leuke verjaardag? Ik denk het niet. Smaak is niet echt heel erg lekker. Oh, ik heb hier trouwens helemaal geen cijfer voor gegeven. Voor die strawberry dinges. Die krijgt er gewoon een 3. Is echt niet te bunkeren. En dan krijgt deze. Die krijgt van mij ook gewoon een 4. Dat is niet helemaal eerlijk. Dit is een 5. Deze is wel oké. Okay. En wel oké is een 5. Alleen, ja, die witte chocolade van ze. Smaakt godverdikke gewoon naar vanillevla. Alleen dan ben ik gek op vanillevla. Alleen dit is dan vieze vanillevla. Zoiets. De lekkerste Hershey is die met Oreo'tjes. Kijk, die zit gewoon vol met koek. Dus eigenlijk is het gewoon lekkere koek. En dan hebben ze per ongeluk dan een beetje witte melk. Witte chocola omheen gesodemiet. Is het wat? Nee, stelt ook niets voor. Ik krijg gewoon een 6, omdat het wel oké is. Ja, ik ben niet van de chocola en doe godverdikke dan een beetje je best. Dit is toch eigenlijk gewoon, is een verdrietig product. Komt toch helemaal uit Amerika hier naartoe, hè? Komt helemaal met de vliegtuig hier naartoe. En nou, dat beïnvloedt ook het klimaat. En Gerrit Hiemstra, het wordt heel droog weer. En door al dat gedoe met die vliegtuigen. Is het nog niet eens lekker ook? Nee. Woensdag weer een nieuwe dag. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Ciao.